Bijzonder dat het verhaal in het boekje staat, want dan weten mensen ook hoe wij leven en hoe wij praten thuis. Ik heb een artikel geschreven aan de hand van een interview die ik heb gehouden met de moeder en het broertje en het zusje van een vriendin van mij. Zij zijn tweetalig opgevoed. Ik geef elk jaar een college in de MINO toegepaste taalwetenschap samen met Kees de Bot. Over meertaligheid, daar is heel veel belangstelling altijd voor. Studenten zijn enorm gemotiveerd om allerlei opdrachten te doen. De grote eindopdracht van het college is al sinds jaren: maak een portret van een twee- of meertalige persoon. En elk jaar levert dat de prachtigste producten op, waar ik eigenlijk heel weinig mee doe. Maar dit jaar kwam het afgelopen jaar idee om daar samen met Saskia Visser dan een boekje van te maken. Ik ben heel trots op dit boekje trouwens, wat ik nog even zeg. Weet je, raar om te zeggen van iets waar je een hand in hebt gehad, maar dit kan wel, want jullie hebben het voornamelijk gemaakt. Het is echt fantastisch. Ik denk dat jullie er allemaal heel erg van gaan genieten. Want het zijn prachtige verhalen. En ik denk dat dat heel waardevol is, namelijk om twee hele belangrijke redenen. Dat de maatschappij en de studie, het onderwijs, dichter bij elkaar worden gebracht. Het is een heel mooi voorbeeld dat jullie hier allemaal zo mooi bij elkaar zitten. Daar zie je het al aan. En het andere is dat door dit boekje eentaligen iets beter gaan beseffen wat het is om meertalig te zijn en om meertalig op te voeden. Dat zouden we ook wel mee naar voren willen brengen. Wees er trots op. Zie meertaligheid als een positief iets. Ik vond het heel erg interessant. Wat net ook al gezegd werd, is dat het heel erg leuk is om de theorie een beetje in praktijk te brengen. Dus echt ook zien dat het allemaal klopt wat in de hoorcollege verteld wordt.